Ja, goedemorgen gemeente. Ik sta hier op een plek waar je me niet vaak zult zien staan. Ik sta hier eigenlijk bijna nooit, en dat is op het dak van ons kerkgebouw. Maar ik sta hier om een reden, en dat is deze. Een jaar geleden hebben we ook met Pinksteren een Hart voor het Huis actie gedaan. En we hebben toen met elkaar zoveel geld opgebracht dat we dit mogelijk hebben kunnen maken. En dat is investeren in zonnepanelen. 45 zonnepanelen liggen hier op het dak. En ik heb inmiddels gehoord dat we twee keer zo meer veel hebben teruggekregen dan verbruikt hebben. En dat is geweldig. En zo moet je dat ook zien. Hart voor het Huis, dat is investeren in doelen die langere termijn effecten hebben. Zoals investeren in een livestream, investeren in het kinderwerk. En dat geldt ook voor het investeren bijvoorbeeld in de geluidstafel die nodig is. Het is goed om te beseffen dat wat we doen met elkaar, dat we geld investeren in de bouw van Gods huis. En ook voor de wereld natuurlijk. En niet alleen voor hier. En niet alleen voor hier en nu, maar ook voor de toekomst. Dit brengt de gemeente echt weer een stap verder. En ik wil u echt op het hart leggen, als het ware. Ik wil jullie allemaal echt stimuleren, uitdagen om royaal te gaan geven. Om vanuit je overvloed te geven met een blij, moedig hart. Want we investeren in de bouw van Gods huis en de uitbreiding van Gods koninkrijk.